Goedenavond, dit is de nieuwe editie van Informatie Actueel, InfoAct. De regering en de vertegenwoordigers van de werkende klasse hebben de afgelopen dagen enkele vruchtbare gesprekken gevoerd. Centraal stond de verbetering van de positie van de landsdienaren. De regeringsdelegatie onder leiding van vicepresident Ashwin Adin bestond verder uit de ministers Gilmore de Hoofdraad van Financiën, Suharto Mustaja van Arbeid, Mike Noorsalim van Binnenlandse Zaken, Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme, als ook de raadsadviseurs Jules Weidenbos, Errol Alibux en Eddie Josephson. Looncorrecties hebben in het verleden tot grote problemen geleid in ons land en daar wil deze regering permanent van afstappen. Op het paleis zijn gesprekken gevoerd met de vertegenwoordigers van het AVVS, de Moederbond, de CLO en de OSAF. Wij spraken minister Hoofdraad van Financiën. Minister, er zijn bedragen genoemd in de media waar ambtenaren naar kunnen uitkijken. Wat is dat verhaal precies? Het verhaal kan alleen kloppen wanneer het vanuit de regering komt. En het heeft me verbaasd dat men sprak over 111%, omdat het een verwachting creëerde die niet realistisch was. En natuurlijk, we hebben een week van discussies gehad met de vakbeweging. Gelukkig zijn we ook eruit gekomen vandaag. Wat ik mooi vond bij de heren van de vakbeweging is dat zij er allemaal er bewust van waren van geef ons geen geld waarmee wij achteruit gaan. Geef ons geld dat richting gaat naar koopkrachtversterking waar we echt solide er beter van worden. En het is heel belangrijk dit na te drukken omdat altijd ongebreidelde loonscorrecties tot verschrikkelijk veel problemen hebben geleid in dit land. En dit moeten wij vanaf nu permanent voorkomen. Oké, dus de staatskas, als ik goed naar je heb geluisterd, de staatskas kan dit dragen? De staatskas, wij zullen alleen geven wat wij kunnen dragen. En ik heb het ook gezegd aan de vakbeweging. Het is geen onderhandelingsstatiek. Het is niet achterhouden en kijken of er ruimte is voor negotiation. We hebben de cijfers. We kijken naar wat we kunnen. En dat is wat we aanbieden. En ik ben toch wel blij dat de vakbeweging er heel goed op heeft gereageerd. Wat bieden jullie precies aan? Hey, wij hebben gezegd dat het belangrijkste voor de mensen is koopkracht. Het belangrijkste is dat men meer bestedingsmogelijkheden heeft. Dus wij zeggen van uit de inkomsten, ja. Want het is geen geld die wij creëren. Het zijn geen leningen die we nemen om salarissen te betalen. Uit de inkomsten die we krijgen, houden wij het apparaat draaiende. En wat wij kunnen geven, geven wij terug. Dus in principe hebben we een afspraak waarbij we zeggen van we beginnen met een lump sum, een netto bedrag uit te keren aan de landsdienaren. Van 375. Je moet ervan uitgaan dat we reeds 100 geven aan koopkrachtversterking. 375 erbij komen we op 475. En met de 125 heffingskorting, dan praat je al over een netto een extra bedrag naast het salaris van ongeveer 600 SRD. In dit geval dus 375 meer vanaf eind april. De instructie is reeds uitgegaan dat wij dat van april
tegen uiterlijk 15 mei uitbetalen. De brieven zijn uit naar alle ministers dat men daaraan werkt. Dus de eerste 375, die komt voor 15 mei. De tweede komt dan samen met het salaris eind mei. En dit gaan wij kunnen doen voor april, mei en juni. Juli, vanwege de salarissen, de vakantiegelden die we uitkeren, gaan wij pauzeren. En dan zullen wij dan augustus tot december kunnen doortrekken met een 500. Dus van 375 die we nu extra geven, gaan wij dan naar 500. Dit, ja, gaat gelijk richting bestedingsmogelijkheden voor de landsdienaren. En het geeft ons de ruimte, naarmate zij dus in een betere positie komen, dat we kunnen werken aan de structurele zaken, zoals het apparaat zelf, het functioneren ervan, een nieuw loonsysteem, hoe pakken wij de zaken integraal aan, hoe komen wij tot nieuw, hoe moeten wij visio zien, moet het blijven, moet het opengebroken worden, moet er iets anders komen. Het geeft ons even de tijd dat we rustig werken en de zaken uitcijferen. Want wat we moeten voorkomen is dat we plotseling beslissingen nemen die verstrekkende negatieve gevolgen zullen hebben voor de staatskas. Met deze ruimte die we hebben gecreëerd, in feite geld uit de samenleving dat terugvloeit naar de samenleving, mag er absoluut geen schommeling plaatsvinden van de wisselkoers. Het is absoluut niet nodig. Er is geen enkele vorm van inflatiedreiging. Er is geen extra geld dat wordt gecreëerd. Het is in feite een herverdeling van wat de maatschappij heeft. Ik las een reactie van een tweetal leerkrachten die dus onderwijsgevende bieden gezegd die van mening zijn van en nu krijgen de ambtenaren een injectie terwijl zij niet ervoor gestreden hebben. Het is geen kwestie van strijden en krijgen. Het is een kwestie van koopkrachtversterking geven aan wat men nodig heeft. Dus niet omdat er een aantal mensen op straat tegen de regering liepen, dat wij zeggen van nee, we moeten zaken aanpakken. Nee, we hebben een hele diepe crisis gehad. We hebben zware inflatie gehad. We hebben zware devaluatie gehad. En nu is de tijd, naarmate wij uit de crisis komen, dat we teruggeven. En elke stap die we verder doen, de data komen eruit, de fiscale gegevens komen eruit, zullen wij ook openhartig bij de vakbeweging bezig zijn. Het moment dat we meer ruimte hebben, zullen we verder corrigeren, omdat de job van ons is om ook permanent koopkracht te verbeteren. Dus het gaat niet om wie strijdt of wie niet strijdt, wie voor of wie niet voor de regering is. Het is onze zorg dat onze mensen een beter leven kunnen krijgen. En als we niet in één klap alles kunnen veranderen, is het toch wel onze job om stap voor stap deze verbetering te brengen. En goed dat u dus dat van de onderwijzers aanhaalt. Het is een hele toffe job geweest. Men heeft nu een nieuw herwaarderingssysteem. Er zullen altijd schoonheidsfoutjes vallen. Maar alles wat de overheid overeengekomen is, dat kan ik u verzekeren, dat zullen wij naleven. Als er hier en daar een foutje is geweest, dan wordt het gecorrigeerd. Maar niemand zal van ons kunnen zeggen dat we mensen voor de gek houden of dat we dit beloven en het niet geven. Dus daarvan ook via dit media wil ik gebruik van maken om het te benadrukken. Alles wordt goed geanalyseerd. Het is een zeer zwaar, zeer snel tempo moesten we zaken realiseren vanuit verschillende ministeries. Niet alle informatie is correct afgehandeld. Maar ik weet zeker dat wij in het nawerk de zaken oplossen en ervoor zorgen dat alles op schema is. Tot slot, minister, mensen vernemen dit nieuws en zullen natuurlijk zich afvragen hoe ze dit dan met de prijzen. Daar hebben we ook een discussie over gehad. Ik zei het ook al, dit mag absoluut niet tot prijsopdrijvingen leiden. We hebben onze minister, onze collega van HI, die is ook hierop ingegaan. Een verscherpte controle, een verbeterde controle.
Wij zullen ook nagaan vanuit financiën, vooral bij de douane, van wat zijn de facturen geweest, wat zijn de prijzen waarop men heeft ingekocht. Klopt dat wel? Want je weet, er is altijd het spook van overfacturering. Klopt het wel? Zijn de invoerrechten werkelijk betaald? En op basis daarvan zullen we dus echt wel nagaan van dat het prijzensysteem in check blijft. Het leek ons goed om u de reacties van CLO-voorzitter Ronald Hooghart en de moederbondsvoorzitter Errol Snijders niet te onthouden. Kom begin takso. Taki uno leri fu Weilen Hendrik Sylvester tak te i werki ver kari kontaki. Deim kontaki ja. Want im dusan euro komang. I non bitati tak minego taki dei noman dusani. Dus president Karunu en uloba konde disi echte dus gotaki want we sitaki ala sort problema da pasi ala sort mai sut futu ala sort sanepsa en asane pleita pa gebied fu geld krijgen en geld nemen en dat soort zaken maar untakanga president nanga den tra minister ook toe en u kon tot wan bulein fu kame zeker taki de Sansa op plan over natuurlijk een sociale voorziening voor een sma, want de sociale voorziening naar money. Toch, dat de Sansa dat je kon een lijn. Hoe wanneer ik ze loop, dat ik kon een boelijn, zodat we niet kiezen een situatie, we kiezen een vluchtinflatie. Alle wiki, dat de lijn komt morgen en noem maar op, deze man om aan bij niks. Nee, hoe wanneer ik ze pe am monisan is my kisi mustang hora warde en des ma mus ma geniet feng en mi kan tak tak die gesprek dat die tire bagan na non buntrang gesprek en ashwiti en tamara we go doro na gesprek tamara tra tamara do dat die un kan kisi kan de fosa a weekend ba un volledige sect at a pewego we taki en u takti de we tak tamara we tak tra tamara. En vrede me denk dat we zicht tapu een benadering. Zo wanneer voor een sma kan kiezen, voor een sma eigenlijk nog kiezen we een vraag money, dat is nog maar bij niks aan. Dus we zetten aan kon en we lukken voor omloop en want omloop zijn naar omloop den sma. En we niet lukken dat zo moest poten nu zaken wang. Wat wij hebben gezegd als CLO, is dat de adviseur samen met Valies hebben bedisseld een gemiddelde van 111%, dat hebben we uitgerekend. Dat kunnen we als CLO heel goed hebben we uitgerekend. En we hebben in dat kader gekeken naar de regelingen, de wetten, alles. En we hebben aangegeven dat we het gelijkheidsbeginsel gaan toepassen. Het gelijkheidsbeginsel willen we heel goed toepassen, zodat de mensen geen inflatie last van krijgen. Toch? Onze eis is niet imjim. 111%. Onze eis is in pas. Als Samson toe, zij pas naar de leerkrachten. En dat wil lukken voor praten. Omdat mensen op straat komen, maar het zijn mensen wie het broodje al geboterd is. De cao's zijn al gesloten. Cao-gesprekken zijn er geweest. Mensen hebben hun verhogingen gehad, maar de ambtenaren zijn niet bedacht. En wanneer men zich heeft afgevraagd, moederbond, je bent niet aanwezig bij die manifestatie. Je moet één ding goed weten, en ik denk dat ik ook praat voor OOSA. Wij moeten werken. En wij hebben de wilde niet om ons politiek te verschuilen of te verschansen achter wat dan ook. Wij moeten doorwerken, want we hebben ambtenarenbonden die we vertegenwoordigen en we vinden dat onze verantwoordelijkheid is dat wij moeten praten met de regering. Elke gelegenheid die de regering ons geeft om te zitten aan tafel, om te komen tot resultaten, die gelegenheid zullen we aangrijpen, zeker OOSA en de moederbond. En ik heb gemerkt, de call ook. Ja? Dus dat is onze taak. We hebben geen andere taak. En
Dat is de lijn die we zullen volgen. En de moederbond heeft altijd gezegd, en ik denk de OESAF ook, elke regering die bereid is arbeidsvriendelijke maatregelen te treffen, die zullen we schragen. En dan mag men zeggen dat ik een thuiswedstrijd speel, hoe ze dat noemen, of wat. Maar ik heb een verantwoordelijkheid. En ik ga voor die verantwoordelijkheid. En de verantwoordelijkheid is, er moet iets gebeuren, omdat de president had toegezegd dat hij rond april de nodige stappen zou nemen. En we zeggen, zo, laten we zien wat die stappen zijn. Want je moet me niet alleen informeren over de negatieve dingen, ook die positieve dingen moet je maar zeggen waar je naartoe gaat. De opzet is geweest dat wij voorstander zijn van dat alle vertegenwoordigers van ambtenaren in de gelegenheid worden gesteld om hun zegje te doen over wat er gedaan moet worden aan de ambtenaren. Het is niet alleen een verhoging waarover we hebben gesproken. We hebben ook gepraat over, er moet een hele nieuwe functieanalyse plaatsvinden. Want alles is nu in de war. En Moederbond, OESAF, zijn er voorstander van dat we opnieuw gaan zitten om te analyseren en dat wij de positie van de ambtenaren een juiste laten zijn. Wij willen de minister van Handel en Industrie ook aanwezig hebben. Want we kunnen gaan praten over een correctie naar de ambtenaren toe en de prijzen vliegen de pan uit. Wel, wij hebben gezegd, wel ik, u mag weten, ik heb het gezegd. En die mannen zijn eens met me. Wie zich niet houdt aan de regels welke de regering geeft op het stuk van de prijzen en zo, sluit die tenten. Sluit ze, want het zijn die mensen die anderen aanzetten om te zeggen, luister, gaan jullie de straat op. Maar als je in de winkels van ze gaat, zijn het abnormale prijzen. Is het toch te helemaal schrijven dat je nu 16 tot 19 gulden moet betalen voor een manja die hier groeit in Suriname. En dat soort taferelen. Ik ga de regering niet zeggen, geef me. En ik kan de regering niet zeggen waar ze het vandaan moet halen. Ik bedoel, ik moet toch met een voorstel komen. Ik draag mede verantwoordelijkheid. Want dat vergeten mensen. Ik draag mede verantwoordelijkheid. Ik eis het elke keer op. Ik heb gezegd, in de grondwet is aangegeven dat de vakbeweging gekend moet worden bij elke handeling die je van plan bent te plegen. Dat betekent, heb je access aan dat, naar mede verantwoordelijkheid. En die mede verantwoordelijkheid draag ik. Want wanneer een minister mij zegt, nou, ik ga die benzine verhogen, of de government take verhogen, omdat ik je toch moet betalen. Meneer Pina, van waar moet het komen? Van waar moet alles komen? In elk land, van waar, wie moet betalen aan die staatskas? Hoe heet die mensen in dat land? Dat ding van Holland geld sturen en geven is voorbij. Dat moeten Surinamers weten. Wij moeten het zelf opbrengen. Vermeldenswaard is dat de regering ook goede nota heeft genomen van de inzichten van COL-voorzitter Hugo Blanke, die samen met zijn organisatie ook aan de gesprekken met de regering heeft geparticipeerd. President Desi Bouterse heeft op zaterdagmiddag 29 april onaangekondigd een bliksembezoek gebracht aan de marktventers onder de Centrale Markt die in het kader van 1 mei een activiteit hadden georganiseerd.
De president die op weg was naar het district Para voor de oplevering van een woning bestemd voor een minder daadkrachtige jonge vrouw, vond het nodig om deze tussenstop op de markt te maken en ook op deze Surinamers het beroep te doen om de hoop in ons prachtig land niet te verliezen en elkaar te blijven ondersteunen. En we zaten die wil dat op dat moment moet er per jongens kan moest van mijn kandra en ik heb een goedje plezier. Ik heb een goede plezier dat we wat die fasie. Ik heb een goede plezier dat we respect die fasie. Ik heb een charo schrijfje, ik heb een charo schrijfje. Leg ze naar man, ze hebben een brief in de De landbouwcoöperatie Kwata is ingegaan op de oproep van de regering tot dialoog. Op maandag 24 april vond op het presidentieel paleis overleg plaats tussen de regering en de landbouwvertegenwoordigers. Bij dit gesprek waren aanwezig het bestuur van de landbouwcoöperatie Kwata onder leiding van Wim Bijnaert en aan de regeringszijde minister Suresh Algu van Landbouw, Veeteelt en Visserij en de raadadviseurs Jules Weidenbos en R.L. Alibux. Dit gesprek ging meer over de groente- en de fruitteelt. Ik weet dat die hele situatie een beetje heel moeilijk is geworden voor de kleine landbouwers. Verhoogde inputprijzen door die devaluatie, benzine zijn verhoogd, etc. En die boeren hebben het verschrikkelijk zwaar. Veel mensen zijn nu in de tuinbouw gegaan vanwege de precaire situatie. Dus we hebben met de regering gesproken van luister, nu is er een overschot van groenten. Er zijn meer mensen die in de tuinbouw gaan. En op een gegeven moment gaan we dan straks een overproductie hebben. Hoe denkt de regering die overproductie op te vangen? Want wanneer je overproductie hebt, dan betekent dat je de prijzen van groenten verschrikkelijk laag zijn. Waardoor de boeren eigenlijk bijna niks kunnen verdienen. En dat is de situatie nu. En weet wij, ik heb de minister en de adviseurs ook gezegd van wat wij komen. Wij zijn met eerstehands informatie gekomen. Ik ben landbouwer van beroep, ik heb mijn collega's die ook landbouwer zijn. En ik heb als voorzitter hebben we ook een landbouwshop waar eigenlijk de landbouwers hun producten en hun inputs komen betrekken. En dan ben ik zeker 1 tot 2 uurtjes per dag in de winkel, een andere collega ook. En dan hoor je eigenlijk de stemming bij de boeren is echt niet mooi. Vanwege die slechte economische situatie moeten ze meer gaan investeren, terwijl je niet gegarandeerd bent van een betere prijs. Dus wij hebben dat eigenlijk voorgelegd, welke oplossingen kunnen we aandragen. Met betrekking tot dit punt en vooral dat er meer mensen zijn gaan planten, want planten is echt gemakkelijk.
Je kan zo een besluit nemen, je hebt een stuk terrein, je gaat beginnen te planten. Maar we hebben niks tegen de mensen, we juichen het zelf toe als mensen iets gaan planten. Dus daar hebben we niks, we juichen het toe. Dus, maar dan moet je ook output hebben. Hoe ga je eigenlijk die productie opvangen? En dat hebben we eigenlijk besproken met de minister. De productie of overschot van productie, dat te reguleren. Door het plaatsen van zestal vries- en koelcontainers van 40 voet op verschillende locaties. Waardoor je dan bij overschot van producten, dat je kan opslaan gedurende 2 weken tot 4 weken, zelfs 5 weken van bepaalde producten. Hierdoor kan je de prijs reguleren en de boeren of de producenten kunnen dan beter prijzen krijgen. Dat is op korte termijn. Tweede, wat besproken is over dan de packing house koel- en vriesfaciliteiten. Dat is ook besproken, maar dat is ietsje lang, omdat de financiering vanuit ISDB afgerond worden. Ze hebben een hele uitgewerkte dossier. Dat is al in der tijd goedgekeurd en doorgeleid vanuit het ministerie van Landbouw, Vieten en Visserij. Daarnaast is het ook besproken over de situatie bij de boeren. Wanneer de prijs stijgt van inputs. En daarover hebben we ook briefvoerig gesproken. En vooral binnen de tuinbouwsector is besproken. Dus de rijstsector is niet besproken hier. Het ging puur om trend dan deels fruit en groente deel. En verder, als laatste punt wat ook besproken is over de kwestie van agrarisch kredietfonds. De graceperiode bij verstrekken van kredieten. En ook bij de beoordeling van de dossiers of de projecten, wanneer het wordt ingediend door de landbouwers. Het gesprek was heel openhartig, ze hebben oor gehad en het is ons werk ook om die ondersteuning te geven. Ik zit in hetzelfde schip, ik ben ook landbouwer, dus we hebben geen enkele andere keuze dan die ondersteuning volledig te geven. Voor zover de regering dan serieus is om die problemen aan te maken, waar ik niet twijfel. De minister heeft zelf gezegd, er moeten 6 koelcontainers komen en zo snel als mogelijk. En die containers moeten dan die overschot aan groenten kunnen opvangen en in tijden van schaarste dan kunnen die weer verkocht worden uit de containers. En het is een project van $60.000, maar dan los je zo'n groot probleem op. Dus dat is voorgesteld om met de minister van Financiën te praten om dit probleem op te lossen. Dus dat de gelden vrijkomen om zo'n project gerealiseerd te krijgen. Een eye-opener voor de gemeenschap van Suriname. Dat mijnbouwsector heel goed is, maar het is een korte periode. Je moet deels wat je binnenkrijgt vanuit mijnbouw, toch wel in de productiesector, met name de rijstbouw, landbouw, veeteelt, visserij daarin gaan investeren. Waardoor je dan, als je alles goed doet binnen de agrarische sector, gaat je productie steeds blijven stijgen. En totdat de mens op aarde bestaat, gaan ze blijven consumeren voedsel. Dus dat heb je sowieso nodig. En met Suriname als land en met de president Bouders die blijft stimuleren, positief advies geven voor de verdere ontwikkeling van onze agrarische sector. Dat de condities wat Suriname heeft, dat wij steeds hoger en hoger kunnen gaan met onze agrarische sector. De minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek van India, Zijne Excellentie Vijay Kumar Singh, stond aan het hoofd van een delegatie die gesprekken heeft gevoerd met relevante autoriteiten in ons land om verder invulling te geven aan de bilaterale samenwerking tussen de beide landen. Singh is op donderdag 27 april aangekomen in Suriname en heeft een onderhoud gehad met minister Polak Weekly. Dit in het kader van het 6e gezamenlijk overleg tussen Suriname en India. The friendly and cooperative ties between our two nations and the commitment to achieve tangible results
from our exchanges. And in fact, Minister, in our short bilateral meeting, we both agreed that we want to leave here with tangibilities, not only, but in a specific timeline and time frame, so that we can show to our both nations, our both peoples, that this relationship is very adamant, it's very active, it is very present. I'm really very happy to be here, and especially with all the kind words that you've said. I am sure that we will be able to take our relations to a much higher level. And on behalf of my government, my Prime Minister and my President, I bring a great amount of goodwill to Suriname, and we have cleared the new line of credit, which we will describe, a line of credit for 30 million, besides the grant in aid for which I brought the check. Suriname en India zijn diplomatieke betrekkingen aangegaan op 23 januari 1976. India heeft in 1977 haar ambassade in Paramaribo geopend en Suriname in het jaar 2000 in New Delhi. Dit onderhoud volgt nadat vicepresident Ashwin Adin in januari dit jaar een werkbezoek had gebracht aan India in het kader van de jaarlijkse diaspora-conferentie, waarbij de bewindsman ook al vruchtbare gesprekken heeft gevoerd met de Indiaanse premier Narendra Modi. Eerste waarneming is dat ik kan aangeven dat we een zeer positieve vergadering achter de rug hebben. En in de geest waarin we die vergadering hebben ondernomen, kan ik u ook mededelen dat wij dus heel concreet enkele tijdslijnen hebben kunnen linken aan de zaken die wij zullen gaan doen met elkaar. Staat u mij toe, heel kort, u voor te houden, enkele highlights van deze vergadering. We hebben beide landen in de positie kunnen stellen om opnieuw de wederzijdse vriendschap te benadrukken. U weet, zoals u weet, is Suriname met India een hele lange relatie achtergrond aan het delen. En in dit verband hebben wij als naties beide benadrukt en ons gecommitteerd aan het voorzetten van deze relatie. Verder is er een symbolische overhandiging geweest van een check, welke zal bijdragen aan de rehabilitatie van ons binnenland, welke getroffen is geworden recentelijk in de overstromingen, waarbij dus onze mensen daar een nadeel van hebben overgehouden. Deze check bedraagt $150,000. Voorts wil ik ook aangeven dat er ondersteuning is toegezegd voor wat betreft de organisatie van verkiezingen en het uitwisselen van expertise in dit verband. Zoals u zal weten,
bevat de bevolking van India ongeveer 1,35 miljard inwoners. En als we kijken naar een kiezersvolk van 850 miljoen, kunnen we ook stellen dat India met hun democratie, met hun manier van democratiebeleving, bijna vlekkeloze verkiezingen heeft kunnen organiseren in de afgelopen periode. We kunnen ook even kijken naar het feit dat zowel mijn ambtsgenoten van India als mijn persoon de nadruk hebben gelegd op capaciteitsversterking. En dan niet gewoon capaciteitsversterking, maar dat van vrouwen en jonge mensen met het oog op duurzame ontwikkeling van onze beide naties. En in dat verband heeft India ook heel concreet aan ons toegezegd als overheid dat zij dus bereid zijn als land ons te ondersteunen in het ontwikkelen van capaciteit als het gaat om projectontwikkeling en monitoring en evaluatie. Verder kan ik mededelen dat er een grote voortvarendheid in het verwezenlijken van het projectidee, welke toen de tijd door onze vicepresident aangehaald is, met betrekking tot traditionele geneeskunde. En in dit verband komt er heel binnenkort een speciale werkgroep die zich zal moeten toeleggen op de benutting van onze flora en fauna. Ten einde deze tot een industrie te gaan ontwikkelen. En waarbij dus Suriname zelfs door India wordt gezien als een mogelijke hub van medicinale mogelijkheden in dit verband als het gaat om de traditionele geneeswijze. Het is een lang weekend en ik wens jullie een sweet recommandé. Genieten jullie flink en ook aan de hele samenleving. En dank u wel. Ik denk dat we vandaag echt iets goeds hebben vastgelegd voor onze natie en onze mensen in dit land. In de achterstegen en achtersteden, maar ook in Paramaribo. Dank u wel. Tak tak dum takatum 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 tak tak. De minister heeft ook een beleefdheidsbezoek gebracht aan president Desiree Delano Bouterse en wel op het presidentieel paleis. Tijdens een kort onderhoud stond de minister stil bij zijn bezoek aan Suriname en het versterken van de betrekkingen tussen de beide landen. Bij de ontvangst op het paleis waren er verder aanwezig de voorzitter van de Nationale Assemblée, mevrouw Jennifer Geerling-Simons, en de minister van Buitenlandse Zaken, Yildiz Polak Beekley. Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme heeft tijdens een persconferentie uitleg gegeven over de totstandkoming van de brandstofprijs. Deze persconferentie was nodig, gelet op de onduidelijkheid en de kritiek na het bekend worden van de nieuwe prijs. Zoals bekend heeft de regering een aantal weken geleden besloten om de government take zoals die gegolden heeft bij de invoering in 2005 te herintroduceren. In die zin dat vanwege de stijgende koers van 4,05 tot wat het op dit moment is, de overheid steeds heeft moeten inleveren aan die consumentenbelasting. We noemen het de government take, maar het is simpel een consumentenbelasting die overal ter wereld wordt geheven. En bij de introductie in 2005 is deze consumentenbelasting gebracht in plaats van de rij- en voertuigenbelasting. Dat moet mogelijk ook bij u bekend zijn. Vanwege de stijgende koers, de onstabiele situatie op de valutamarkt was deze government take steeds minder geworden, omdat de overheid het niet verantwoord achtte om die consument nog extra te belasten
met een hogere brandstofprijs aan de pomp. Nu, de koers zoals u bekend is de afgelopen 3 maanden ongeveer stabiel is. Je zou kunnen praten van een stukje rust op de valutamarkt. Is het moment, denken wij, rijp om de government take zoals het gegolden heeft bij de introductie te herintroduceren. Nu, vanaf dat moment, en dat hebben we ook duidelijk aangegeven, zal de brandstofprijs voor de consument aan de pomp aangepast worden, verlaagd of verhoogd. Alleen wanneer er sprake zou zijn van 2 omstandigheden. 1. Stijging van de koers, de wisselkoers, of stijging van de prijs op de wereldmarkt. En hoe komt nou die prijs op de wereldmarkt tot stand? Daar zult u straks een presentatie van krijgen, een kort filmpje. Verder hopen wij dat de koers stabiel blijft, dus dat er ook geen noodzaak zal zijn dat u, de consument, aan de pomp vanwege een koersschommeling een verhoging zou moeten ervaren. Een verlaging is evenzeer reëel, omdat het bekend mogen zijn dat de wereldmarkt van de prijs op de wereldmarkt van brandstof schommelt. De ene keer iets hoger dan de andere. Het is een verlaging soms. Vaker hebben we dat ook meegemaakt. En dat u als consument dat ook zal merken aan de pomp. We hebben hier zitten de voorzitter van de Surinaamse Service Station Exploitantenbond. En wij hebben gemeend om samen met deze actor, de retailers, aan tafel te zitten. We hebben regelmatig overleg. We hebben vaker overleg met de oliemaatschappijen. Laat me direct zeggen dat we dus niet direct geen directe relatie hebben met de retailers, omdat de retailers een beetje meer de in opdracht van de oliemaatschappijen de distributie doen. Dat is dus die rechtstreekse relatie. Maar, moet me wel haasten, dat in de keten van verantwoordelijkheid wij als overheid ook een stukje plicht hebben naar de retailers toe, net zoals wij binnen ons portfolio van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme ook de verantwoordelijkheid hebben voor de consument en voor de prijsvorming en de prijsbeheersing en de controle van de prijzen. Dat behoort ook tot onze verantwoordelijkheid, vandaar dat we dus geen enkel actor in de keten willen overslaan en dat we dus voorstander zijn van goede en directe communicatie. We hadden daarom ook uitgenodigd de vertegenwoordigers van de oliemaatschappijen. Dat zijn er 2, dat zijn GoTo en Sol. Vanwege een communicatiestoornis zal ik het maar noemen, waren zij dus wel hier aanwezig, maar ze waren niet voorbereid op de persconferentie en om de pers toe te spreken of de pers te woord te staan. Wij vragen u daarvoor begrip. Ze hebben dus aangegeven dat zij in de naaste toekomst wel, als ze beter voorbereid zijn over de issues, dat zij met genoegen ook u te woord zullen staan. Vanaf de herintroductie van de government take, wij geen invloed meer wensen uit te oefenen op de vaststelling van de pompprijs. In het verleden werd het op maandbasis gedaan. Het was een bepaalde methode waarbij je dan terugging van er werd dan geëvalueerd. Wat is de prijs de afgelopen maanden, de afgelopen 30 dagen geweest? En dat begon bij aanvang van de nieuwe maand. Werd dan gezegd, oké, dit is de inkoopprijs en dit zijn de facturen enzovoorts. Maar we hebben aangegeven dat we dat niet meer zullen doen.
wij geven de oliemaatschappij de gelegenheid om te concurreren met elkaar. En ook, het is een, we proberen het ook als een stimulans in te brengen, zodat de oliemaatschappijen zo voordelig mogelijk kunnen inkopen, waardoor ook de consument daar voordeel uit kan trekken. In de andere situatie, waarbij wij de prijs op maandbasis zouden moeten vaststellen of periodiek zouden moeten vaststellen, dan is die drang voor die oliemaatschappijen om concurrerend in te kopen en voordelig in te kopen niet meer aanwezig. En je wilt als overheid die markt zoveel mogelijk vrij laten binnen de grenzen en zo weinig mogelijk invloed uitoefenen op de prijs. Het kan. Waarom doe je dat? Het kan op bepaalde momenten voordelig zijn voor de consument, maar onder andere, het kan ook andersom werken waarbij het nadelig werkt voor de overheid. En laat die prijs dan tot stand komen binnen de grenzen van het acceptabele door die vrije markt. Na 17 jaar staat het er. Op 16 april 2010 is met het heien van de eerste paal het startsein gegeven voor de bouw van een nieuw kantongebouw voor strafzaken. Een lang gekoesterde wens van de strafrechtspraak gaat heden in vervulling. Het lag in de bedoeling om na 328 werkdagen het gebouw op te leveren. Dit streven is helaas niet gehaald. Pas na 17 jaar, dus in april 2017, is de wens in vervulling gegaan. Mijn complimenten aan de minister van Justitie en Politie, de heer Eugène van der Zan en zijn team, om dit lang verwachte gerechtsgebouw binnen de kortste keren na zijn aantreden opgeleverd te krijgen. Minister Van der Zaan verrichtte de opening. Ik wil dus alvast bedanken de minister van Openbare Werken. Jammer dat hij hier niet persoonlijk aanwezig is, omdat ik weet dat als hij niet een bijzonder doorzettingsvermogen had en daadkracht, wanneer hij kennis zou hebben genomen van de problemen op papier, dat hij daardoor ontmoedigd zou kunnen raken en niet meer weten waar te beginnen. Meneer de president van het Hof, ik wens u daarbij alle succes toe met uw medewerkers. Wanneer ik zeg medewerkers, mevrouw en heren rechters, neemt u mij niet kwalijk, want ik weet dat u een zelfstandig functionaris bent. U bent geen medewerker van de president van het Hof. Maar ik verwijt dat u medewerkers in het gebouw. U bent zelfstandig rechter, dus u beslist zelfstandig. We blijven nog even bij de laatste activiteiten van de minister van Justitie en Politie. De bewindsman vond het nodig om zich de afgelopen week te oriënteren bij de diverse strafinrichtingen om een beeld te kunnen vormen over het reilen en zeilen binnen deze organisaties die vallen onder de verantwoordelijkheid
van het ministerie van Justitie en Politie. Tot zover deze aflevering van Informatie Actueel. Tot de volgende keer. Goedenavond. Wij doen er alles aan om het lot van de ambtenaren te verbeteren. Het lot van de landsdienaren te verbeteren. We zijn hard op weg met het verbeteren van de economie. En alles waarbij wij er beter van worden, zullen de landsdienaren het ook voelen. Wij volgen het op de voet. We kijken naar de cijfers. We hebben op dit moment de overeenstemming bereikt dat wij deze richting opgaan ten aanzien van correcties in salarissen, ten aanzien van koopkrachtversterking. Ze kunnen gerust zijn, wij gaan het door blijven doen totdat wij weer het pijl hebben van voor de crisis. Dat is onze job, daar werken wij voor en wij... Samen met de ambtenaren zullen we hieruit moeten komen.